Look how big it is now. This is important. My hero, okay? I love this man. I really do love this man. Every morning, when I want to reach the Cheetos or I want to reach the Oreo cookies, I go, would Urban do that? Nah, he wouldn't do that. So I settle for a healthier choice here. Some oranges. I know Urban would eat this before he'll eat Cheetos or some junk food like that. So I have Urban up there. En Urban schrikt als Chad Hendrick een wereldrecord op de 1500 meter rijdt tijdens de volgende World Cup in Salt Lake City. Ook Shawnee baalt. Hij is zijn wereldrecord kwijt. De familie Davis zint op wraak. Er staat nog één onderdeel op het programma. De kilometer. Shawnee wil het wereldrecord. Be explosive today. You can do this. Absolutely. Really attack it, baby. Really attack it. Davis heeft dan meestal een dijk van een slotronde. En die moet nu gaan profiteren van voorsprong. Maar hij kan het ook zelf, Davis. Hij heeft geen hulp nodig. Hier komt Johnny Davis. Wereldrecord. Het wereldrecord van Gerard van Velde is geschiedenis. Het strijdplan van Shawnee Davis klopt. Shawnee plaatst zich in Milwaukee definitief voor Turijn. Op de 1000, de 1500 en de 5000 meter. Hij gaat in ieder geval als lange baanschaatser naar de Spelen. De drie World Cups maken duidelijk dat Davis niet te kloppen is op de 1000 meter. Hij is dé kandidaat voor Olympisch goud. Het is Shawnee Davis die niet met zich laat zollen, nooit met zich laat zollen. Wie kan deze man verslaan? Misschien wil hij wel te veel straks in Turijn. Misschien gaat dat een partner spelen. Als hij zou kiezen voor de lange baan, er stond geen maat op hem. Maar hij wil meer. Hij wil een short track. Daar moet hij zich ook nog voor zien te plaatsen en in de kijker zien te rijden. It's never been done before, but you know, I don't thrive on it like that because this is my dream. You know, I thrive on it because I have the potential to do it. Marquette, een stadje met zo'n 20.000 inwoners, ligt in Noord-Michigan, tegen de Canadese grens. In deze hal worden half december de Olympische kwalificatiewedstrijden shorttrack gehouden. Shawnee is meteen vanuit Milwaukee hier naartoe gevlogen om zo snel mogelijk de overstap te maken van lange baan naar shorttrack. Het zijn nu eenmaal twee verschillende sporten. Een andere baan, andere schaatsen, andere techniek en een andere trainer. De Koreaan Jimmy Jang.
Ja. How's skating? Good. It's okay? Uh-huh. Also? Uh-huh. You're not lying to me? No. You honest? Uh-huh. If I skate bad, you will tell me? Uh-huh. Promise? Yes. Okay, Jimmy. My start feels good now. Uh-huh. You see? Uh-huh. Oh. De beste 22 shorttrackers van Amerika zijn in Marquette. Een week lang worden wedstrijden gereden. Er zijn in totaal 8 onderdelen waarbij punten te verdienen zijn. Wie aan het einde van de week bij de beste 5 hoort in het algemeen klassement, gaat naar Turijn. Ook Bob Fenn, zijn langebaancoach, is in Marquette. Het eerste onderdeel is een tijdrit. Get it going! Come on, Sonny! Not him in! Not him in! Not baby! Nice, Sonny! Not baby! Sonny! Oh, I can't stand to look at this. Nice, Sonny! Come on, let's get the turn! Come on, little Stay baby! Steve, come on! Steve! Come on, Sonny! 128.5.